Goedemorgen. Weer een ontbijtsessie georganiseerd door VVSG met betrekking tot het nieuwe decreet op de voorschoolse kinderopvang. Ik probeer zelf zoveel mogelijk ontbijtontmoetingen mee te maken, maar dat is mij niet altijd mogelijk en dan profiteer ik toch even van de nieuwe technologieën om er toch nog even bij te zijn. Ik wil in eerste instantie uitdrukkelijk VVSG bedanken en feliciteren met het initiatief en ook met de service die zo dadelijk aan jullie zal worden voorgesteld. VVSG is daarmee denk ik een hele belangrijke factor, een belangrijke actor die mee het succes van het nieuwe decreet kan verzekeren. En ik ben ervan overtuigd als Anne zo dadelijk jullie een toelichting zal geven bij het aanbod, het ondersteuningsaanbod dat de Vereniging van Steden en Gemeenten kan aanbieden, dat jullie echt wel onder de indruk zullen zijn van de service die jullie vanuit de koepel zal worden geboden. Met het decreet, om het toch nog eens in herinnering te brengen, hebben we eigenlijk twee grote doelstellingen. De eerste is zorgen dat onze Vlaamse kinderopvang die driedubbele functie echt kan waarmaken. Die pedagogische functie, die sociale functie en die economische functie. En twee, ervoor zorgen dat iedereen in Vlaanderen toegang heeft tot een kwaliteitsvolle en een betaalbare kinderopvang. Dat zijn twee hele grote ambities en die moeten wij waarmaken, niet vanaf een onbeschreven blad, maar vanuit een kinderopvang, een situatie in de Vlaamse kinderopvang, die natuurlijk historisch gegroeid is en waarin een veelheid aan regels, een veelheid aan financieringssystemen aanwezig is en dat moeten we nu allemaal gaan stroomlijnen. Het decreet wil die kwaliteitsvolle toegankelijke kinderopvang organiseren in twee fases. De eerste fase is tot aan 2016 zorgen dat voor 50 kinderen op 100 tussen 0 en 3 jaar er effectief een plaats in de kinderopvang beschikbaar is. En tegen 2020 wil dat decreet ervoor zorgen dat elk gezin dat in Vlaanderen nood heeft aan kinderopvang, die kinderopvang kan vinden binnen een redelijke tijd en een redelijke afstand. Dat is een belangrijke kwantitatieve opgave. We moeten dus investeren in het aantal plaatsen in de kinderopvang, maar uiteraard moeten we dat ook doen als het gaat over kwaliteit en betaalbaarheid. Als ik nog even over die aantallen plaatsen iets mag in perspectief zetten, uiteraard betekent dat ook dat we gaan proberen die match tussen vraag en aanbod beter te organiseren. En vandaar het initiatief van het lokaal loket kinderopvang, maar ook de kinderopvangzoeker, de online applicatie die wordt ontwikkeld en waarbij ouders met één keer online de vraag te formuleren eigenlijk op zoek kunnen gaan naar een geschikte opvangplaats in de buurt. Die online toepassing, die kinderopvangzoeker, die zijn we aan het testen in de regio Heusden-Zolder. Dat wordt geleidelijk aan qua testgebied uitgebreid tot het gebied rond Hasselt en later zal dat dan ook een applicatie zijn die in heel Vlaanderen zal worden uitgerold. We zijn ook uiteraard ervan overtuigd dat je niet alleen moet het aantal plaatsen vergroten, dat je niet alleen moet inzetten op een betere match tussen vraag en aanbod, een gemakkelijkere zoektocht voor de ouders naar een goede plek, maar dat je ook moet inzetten op een betaalbaarheid van de kinderopvang, ook voor diegenen die kinderopvang aanbieden. En ook daar, en dat zal u niet onbekend zijn, hebben we een belangrijk stuk weg af te leggen. De kinderopvang in Vlaanderen kent vele financieringssystemen. Die moeten nu allemaal naar een eenduidig subsidiesysteem evolueren. En we moeten daarbij ook inzetten op de levensvatbaarheid van de kinderopvang. Jullie zijn als erkende en gesubsidieerde sector en als diensten met onthouders natuurlijk een wat vertrouwd segment van de kinderopvang, maar de laatste jaren zijn er heel wat initiatieven bijgekomen in wat we noemen de zelfstandige kinderopvang en daar zijn er qua financiële leefbaarheid ook wel belangrijke uitdagingen. Dus wij gaan evolueren naar één subsidiesysteem dat voor iedereen gelijk is en we gaan dat doen met lange en minder lange overgangsbepalingen. Want natuurlijk veronderstelt dit middelen van de overheid. En die middelen zullen geleidelijk aan moeten gemobiliseerd worden. En dat betekent aan de andere kant dat we ook de bestaande initiatieven op een geleidelijke manier zullen inkantelen in de nieuwe vergunningsvoorwaarden. Het is heel belangrijk dat ik dat nog eens kan uitdrukkelijk onderlijnen. Als jullie kijken naar de regelgeving zoals die op jullie afkomt,
altijd goed nakijken, is dat van toepassing op ons initiatief vanaf het begin, of is dat gekoppeld aan een ingroeitraject, waarbij meestal ook gekeken wordt naar het ritme waarop de overheid de financiële noodzakelijke middelen kan mobiliseren om het voor de initiatiefnemers mogelijk te maken aan die nieuwe voorwaarden te voldoen ook. Iedereen gaat dus vanuit zijn subsidiesysteem nu naar een universeel subsidiesysteem. En dat betekent eigenlijk dat iedereen een beetje moet kijken, wat betekent dat voor mij? Wij denken dat het voor de erkende en gesubsidieerde sector betekent dat je toch iets kan vooruitgaan, al was het maar omdat voor degenen die zich zeer goed organiseren als erkend kinderopvanginitiatief en heel efficiënt te werk gaan, dat nu in het nieuwe systeem iets meer van de exploitatie zal gefinancierd worden via prestaties of via het financieren van prestaties. We denken ook dat het voor andere initiatiefnemers ook een verbetering kan zijn, bijvoorbeeld voor de zelfstandige sector, omdat zij helemaal op basis van prestaties werden gefinancierd en nu toch een stukje een stabiele sokkel zullen krijgen. Ook voor de diensten met onthaalhouders denken we dat het een beperkte, maar toch een vooruitgang in de financiering zal met zich meebrengen. En voor de openbare initiatieven is het de bedoeling dat geleidelijk aan de historische bescheidenheid aan financiering wordt opgeheven en dat iedereen inderdaad op dezelfde manier voor dezelfde dienstverlening zal gefinancierd worden. En moesten er nog zijn, hier of daar, die toch door deze nieuwe regelgeving dreigen minder inkomsten te krijgen, ook daarvoor is voorzien dat de eerste jaren dat wordt gecompenseerd, zodat eigenlijk in principe niemand moet achteruit gaan bij het invoeren van het nieuwe financieringssysteem, het nieuwe subsidiesysteem. We gaan dus naar een uitvoeringsbesluit over de subsidiëring. We gaan ook naar een uitvoeringsbesluit over de vergunningen. Want dat is natuurlijk de grote nieuwigheid met het decreet. Vanaf de inwerkingtreding van het decreet zal je in Vlaanderen over een vergunning moeten beschikken als je kinderopvang wil aanbieden. En die kinderopvang zal je kunnen aanbieden in drie concepten. En ook daar wordt er dus nu een beetje eenduidigheid en uniformiteit gerealiseerd. Ofwel ben je actief in de gezinsopvang en dan kan je als zelfstandige in de kinderopvang, maar ook als onthaalhouder aangesloten bij een dienst. Ofwel zet je in op groepsopvang, ofwel zet je in op flexibele opvang aan huis bij het kind thuis. Dat zijn eigenlijk de drie concepten die in het decreet als het ware worden naar voren geschoven. En je kan dat telkens doen in wat we noemen de eerste trap, dat wil zeggen, je mag zelf vrij je tarief bepalen. Je moet je alleen houden aan een aantal kwaliteitseisen. Of je doet dat in een tweede trap en dan engageer je je als initiatief om dat aan te bieden op een inkomensgerelateerde manier. De ouders betalen een inkomensgerelateerde bijdrage. Dat betekent natuurlijk aan de andere kant dat hier de overheid ook fors moet bijpassen om het initiatief betaalbaar te houden. Of je doet dat in de derde trap, zoals we dan zeggen, en dan engageer je om ook te werken voor hele specifieke groepen in de strijd tegen kansarmoede en kinderarmoede, om maar eens iets te noemen. Drie concepten, gezin, groepsopvang, opvang aan huis, ofwel met een vrij tarief, ofwel inkomensgerelateerd tarief met voorrangsregels, of voor hele kwetsbare groepen. Dat is eigenlijk in een notendop het grote idee dat in dat decreet aanwezig is. En er is dus nu een uitvoeringsbesluit voor de subsidiering op komst en één voor de vergunningsvoorwaarden. En in dat geheel zijn uiteraard ook een aantal kwaliteitsverwachtingen geëxpliciteerd. Ook hier opnieuw heel uitdrukkelijk en heel belangrijk veel overgangsbepalingen voorzien. En jullie kunnen uiteraard rekenen op ondersteunende diensten die zowel op het organisatorische als op het pedagogische vlak jullie initiatief kunnen adviseren en bijstaan. En vandaag toont VWSG op welke manier zij dat organiseert, onder meer door de middelen die door de overheid in het kader van het laatste sociaal akkoord ter beschikking worden gesteld aan de openbare initiatiefnemers in de kinderopvang. Een hele evolutie die staat te gebeuren. Nochtans denken wij vaak in de praktijk voor vele initiatiefnemers een evolutie. We zijn er ons van bewust dat dat ook belangrijk is naar het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden. Dat het ook betekent dat de overheid nog heel wat middelen zal moeten mobiliseren. Maar we zijn er ook van overtuigd dat het de manier is om de Vlaamse kinderopvang
een toekomstperspectief te bieden. Vele ouders in Vlaanderen, als die bevraagd worden over de kwaliteit van de kinderopvang, zeggen dat zij best tevreden zijn over die Vlaamse kinderopvang. Eigenlijk, de meeste ouders, verreweg de meeste ouders, zijn tevreden tot zeer tevreden over jullie dienstverlening. En wij moeten die kinderopvang in Vlaanderen een goede basis geven, moeten die levensvatbaar maken, moeten zorgen dat die toegankelijk is en kwaliteitsvol is. En dat gaan we met de introductie van dit nieuw decreet en de uitvoeringsbesluiten echt wel mogelijk maken. Nog eens bedankt voor al jullie inzet op het terrein. Nog eens bedankt aan VVSG voor de ondersteuning die wordt geboden. En ik wens jullie eigenlijk een hele vruchtbare vergadering. Het is het moment om informatie uit te wisselen. En aarzel niet als er vragen zijn om beroep te doen op ook de mensen van Kind en Gezin die vandaag opnieuw paraat staan om tekst en uitleg bij de uitvoeringsbesluiten te geven.